Goedemiddag allemaal, het is nu 8 november, hè? Op mijn hoofd. Ja. 8 november om 1:15 en welkom bij deze gloednieuwe vlog voor alle nieuwe kijkers ook. Ja, maar een percentage ervan? Nee, helaas. Nou, en waar wij nu staan, we komen aan fietsen, we zien dit heel mooi. Wauw. Heel mooi. Even van mijn fiets afstappen, moet ik even zo. Kijk hoe mooi. Wauw, maar aan deze kant hebben we dat ook. Ja. Hoe mooi. Met paarden. Ja. Hoe wil je een tunnel mooi opfrissen op deze manier? Knap werk hoor jongens. Wauw. Ja, er is genoeg te zien hier, jongens. Dat is allemaal nieuw. Maar ik wist het al, want ik heb ook op dingen gestemd. Dat was inderdaad deze. Hier heb ik dus ook op gestemd. Wauw. En het is nog niet af, hè? Het is nog niet af. Nee. Het is zeker niet af. Wauw. Knap staaltje werk hoor, van ze. Die is gaaf, deze vrouw. Wauw. Nou, wacht even. Okay. Nou, we zijn dus thuis. Het is nou 3:15. Ja. En wat zo gek is. Hey. Nee, dat mag niet. Nee, mag niet. Jonge dame, mag niet. Dat mag niet. Kleine. Ja, wat dan? Dat mag niet. Nee. Kleine. Nee. Kom eens hier. Maar wat zo raar is, en wij hebben dus iets in de briefbus gekregen van het bedrijf. Even kijken. Kleine, mag ik er even bij? Even kijken. DPD. Ja, DPD. Maar dezegene die heeft wel heel erg handschrift. Ja. Maar we kunnen het pakket pas halen naar rond 4:00. Dat vind ik ook zo raar. Ja, nog even en ik ga een klacht indienen. Joh, als je iemand hebt en die laat hem even netjes schrijven, want je kan er dan niet eens kijken of het wel voor ons is. Ja, handig. Dus ik vind het een beetje raar. Ja, wat, ik weet het niet. Nee. Of zou het al een huwelijkscadeau zijn? En van iemand... Hey. Ja, ik weet het niet. We zullen het wel zien. Ja, Rodi gaat zo meteen fietsen. Rond 4:10. 4:05. En dan zien we hem straks wel weer om 4:10. Ja. Yeah. Gezellig. En dan vanavond mag hij weer werken. Ook leuk. Nou, en net als gewoonlijk wil ik gewoon weten waar Ro fietst. Ja, altijd. Altijd kijken waar die fietst. Vind ik gewoon leuk. Leuk pesten. Ja. Ja. Waar jij, ja. Ja, de GPS, wat leuk vanavond. Ja, die wordt heel leuk. Ik moet dat vanavond weer even opnemen, want ik wil dat jij je overuren er gaat draaien. Is leuk, ja. Dat is gewoon lekker met wat eten en overuren maken. Dat moet ook gevangen worden. Ja.
Ja, zeker te weten. Lekker van de Sanchef Koch. Ja. Waar jij? Waar rij jij? Oké, ja. En bij de straat potdicht, ja, oké. Op de straat, buiten. Ja. Nee, nou. Zou eens even kijken. Even. Kun je een foto staan? Ik denk het niet. Ja, is goed. Hij spoort niet op mensen, echt niet. Ja, en zeker fel groen, of niet? Nee, ook een oranje, maar ook een FV. Oh. Niet allemaal merk, maar wel dezelfde kleur. Ah, oké, ook leuk. Ja, maar dat is leuk. Ik was even zitten kijken. Hier heb ik een plaats. Ik zie hem met een meisje op de hoogte staan. Ja, ja. Daar stappen wij niet in. Niet? Nee. Jammer. Ja. Ik doe het ook hier al steeds om Max te zien, maar je gaat stiekem naar mij zitten kijken. Ja, dat is leuk. Nee, maar ik doe het wel, maar dat mag niet, dat is stalken. Hahaha, dat is leuk, stalken. Ja, zou ik lekker een account gaan maken op YouTube? Ja, hoor, is het beste dan. Ja, is goed. Leuk. Dat is leuk, beste. Ja. Dan ga ik daar lekker rode roos opzetten. Nee, maar roos. Dat is leuk. Oh ja hoor. En zo Knollen die heeft weer een boete gekregen van de politie. Om die op de vloggen onderweg zeker. Ja, denk het. Waar rij jij nu? Mag ik lachen als het pakketje niet voor ons is? Nee, dat mag niet lachen. Dat is niet leuk. Voor niks hier naartoe geweest. En als het pakketje al te groot is, is ook leuk. Als de pizza het pakketje. En als het te groot is, dan vraag je maar even de buurman hoor, met hem in de jeep. Ja, is goed. Het is 4 over 40, anders moet het er wel zijn, toch? Ja. Ik hoop het toch wel. Vrijdag, vandaag, donderdag. Nee, morgen is het af te houden. Gewoon vragen of ze het al hebben. Gewoon vragen of ze het al hebben. Oké. Gewoon vragen. Am
maar misschien kunnen hun dus namelijk en de cijfers bekijken. En goed opschrijven. Even geduld, alsjeblieft. Ik ga even alvast naar de zaad toe. Ja? 2, 4. Ja? 5, 8. Ja? 0, 3. Ja? 2. Ja, een hele goede middag nog allemaal. Ja, het is alweer 4:15. En mijn liefdolige aanstaande, die gaat zo meteen naar zijn werk. Ik ga huilen. Ja, vind ik niet leuk. Nee, het is juist goed voor hem. Lekker aan het werk. Ja, arbeiden, zegt hij zelf. En wat in die tas zit, dat neem je ook gewoon mee. In die tas die hier staat. Die moeten we morgen halen. Ja, oké. Maar goed, ze weten het daar te vinden, dus dat is mooi. Nou, maar dat was dus wel op en op dit adres? Op jouw naam. Huh? Ik had jouw naam ingevoerd, ik heb al dit naar horen. Ze heeft het nummer ingevoerd. Oh. Dus. Oké, het zal. Misschien al voor de bruiloft of zo. Geen. Nee, ik ook niet. Wist ik dat maar. Wat? Wil maar weer gelaten. Hè? Wil maar weer gelaten. Ik hou Nou, kus. Hij zat filmen. Nou! En dat krijg je straks ook.
Nou, kom, even niet. Dat krijg je straks ook. Schat, kom op, zeg. Nee. Doe het gewoon even normaal. Doe normaal, dat is normaal. Kus, nee. Nee, nee, kom gewoon even niet zo. Wat? Schaam je niet gewoon. Gewoon normaal, kus. Nou, wat is daar erg aan? Dat moet je straks ook hoor, op en op je bruiloft. Gewoon een normale kus zijn, dan staat ook de camera's op je snuffert. Nou, gewoon een normale kus. Gaan zonder beeld? Nee. Jammer. Dat moet je maar, gewoon leren. Ro, alsjeblieft. Nee. Ja, kom. Nee. Kom. Nee. Kom. Ja, gewoon doen alsof die camera dat niet is. Ja. Is dat nou zo moeilijk? Ja, heel moeilijk. Jeetje, mina mannen. Ja. Daar moet je maar van houden, echt waar. En anders moet je ze maar lekker gewoon afschieten. Precies. Ja, toen was ik dus even aan het wachten op een pakketje. Wacht, ik pak eventjes mijn oplader hoor. Monumento mensen. Even mijn oplader van mijn telefoon. Weer en weer donker. Eén. Schiet op. Ja. Ro heb ik nu weer aan de telefoon, net zoals vanuit. Gezellig. Ja. En ik wacht dus eventjes op een pakketje. Even zo. Ja, vlog is aan het renderen. Ook dat is wel weer fijn. Ja. Dus ja, het is nu nog een half uurtje. Dan moet ik even wachten tot mijn pakketje er is. Ik ga zo even kijken wat ik kan gaan eten.